Welkom bij Parkston TV. Of eigenlijk moet ik zeggen, welkom bij Parkston TV in beweging. Want waar u nu naar kijkt is een speciale aflevering van Parkston TV. Waar u samen met een sporttrainer en andere mensen met Parkston en Parkinsonisme actief aan de slag kunt gaan. Bewegen is heel erg belangrijk. Dat geldt voor iedereen, maar juist ook als u Parkinson of Parkinsonisme heeft. Maar in beweging komen is juist niet altijd zo eenvoudig, want bewegen gaat soms traag, kost meer tijd, meer inspanning. En juist als u een tijdje wat minder heeft bewogen, is het ook moeilijker om weer in beweging te komen. Speciaal voor u en voor alle mensen met Parkinson en Parkinsonisme maakten we daarom Parkinson TV in beweging. In elke aflevering staat een andere activiteit centraal. De sporttrainer neemt u stap voor stap mee door deze oefeningen. Van warming up tot cooling down. En alle activiteiten kunt u zittend of staand uitvoeren. Ons doel is dat u in uw eigen tempo, in uw thuisomgeving, weer voorzichtig, stap voor stap, in beweging kunt komen. En naast het bewegen leert u ook in elke aflevering waarom het belangrijk is om in beweging te komen. Want experts delen hun kennis met u. Daarnaast delen mensen met Parkinson hun eigen ervaringen en hun eigen uitdagingen om in beweging te komen. Daarmee willen ze u inspireren en wellicht dat u daarmee ook weer in beweging kunt komen. We wensen u veel kijk en vooral veel beweegplezier. Welkom bij Parkinson TV in beweging. Fijn dat u kijkt en hopelijk ook mee gaat doen. Vandaag gaat ons thema zijn over balans. Een belangrijk punt in ons leven. Zorg er ook voor dat alles om je heen veilig is. Dat de vloer ook niks op ligt. En dat er ook een stoel in de buurt staat voor het geval dat je hem nodig heeft. Voor deze keer is het zo dat je kan bepalen of je gaat zitten of dat je gaat staan of wisselend. Alles wat je doet is goed. Dan gaan we nu beginnen. Ik begin dus zittend. Zorg ervoor dat je voeten goed staan. En dan gaan we rustig aan. Leg je handen maar even op je knieën. En als je staat, zijn je armen langs je. Rustig inademen. En uitademen. En heel voorzichtig een klein beetje bewegen. Het is een warming up. En de les vandaag is op een rustige manier. Zodat je alles op een veilige manier vooral kan doen. Probeer je af en toe uit te dagen om even te gaan staan. Oké, dan gaan we met ons hoofd bewegen. Zoals jij wil. Alle kanten op. Zowel rechts en links. Misschien kan je ook even een rondje maken. Maar probeer zo goed mogelijk. Alle kanten op. Doe je armen maar langs het lichaam. Hou je schouders laag. Gaan we rustig over. Hetzelfde met je schouders. Alle kanten op. Van voor naar achteren. Van achter naar voor. Van hoog naar laag. Zet je vingertoppen op je schouders. Doen we de ellebogen. Van voor naar laag. Wat jij prettig vindt. Is gewoon even alles op. Dus we gaan steeds meer door. En polsen. Armen zijn langs je lichaam. Alle kanten op. Ook je vingers. Beide armen gaan gelijk. Ook je onderarmen gaan iets mee. Alle kanten op wat jij prettig vindt. Oké, dan brengen we één arm. En maak hem voor jou. Probeer wat groter te gaan. Alle kanten op met één arm. Volg je hand maar.
Volg je hand. Ga maar met de andere arm. Wat jij prettig vindt. En pas op als je staat. En dit is ook al wat balans. Gewoon heel rustig aan. Probeer ook naar de muziek te luisteren. Oké, twee armen. Alle kanten op. Of je een schilderij maakt. Een tekening misschien wel. Van kom maar hier. Kom maar hier. Ga maar weg. En dan krijgen we de koplampen. Even goed aan, inspannen, uit. Goed vuist, pluisjes. Pluisjes. Alle kanten op. En weer, pluisje. Naar de pluisjes, koplampen. Je mag het afwisselen. Je mag het afwisselen. En rijk, het is al een stukje balans. Dus een beetje met de wiebel heen en weer gaan. En regendruppeltjes. Dan zijn we bijna aan het eerste stukje klaar. Dan gaan we over naar het stukje voor de benen. Zorg ook dat je naast je stoel staat, dat je in de buurt bent van je stoel, dat je hem vast kan houden. En dan gaan we beginnen met gewoon rechtop staan. Schouders weer laag, denk aan je houding. Stappen op de plaats op een rustig tempo. Stap, stap. Als je op de stoel zit, tel je gewoon ietsjes meer je been op. Gewoon blijven stappen, hè. En we gaan wat sneller even. Stap, 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 stap. En voor. En terug. Voor. En terug. Zo lang mogelijk je been. Dus echt even een gerustige warming-up. Kom, je mag hem helemaal onder je stoel doen. En als je staat, komt hij naast je voet. Andere been. Hop. En terug. Maak het lang. Blijf aan je houding denken. Blijf je concentreren. Vooral op een middelste stukje. Dat je je balans houdt. En altijd in de buurt van je tafel of van je stoel. Gaan we het been opzij doen. Zo zij mogelijk. Stop. En dan gaan we weer. Lang been. Uit. En in. En uit. En in. En uit. Hou nog even voor. We gaan naar de laatste vier. Andere been. En dan gaan we over naar het stukje waar je belangrijk is dat je veilig staat of zit. Adem even op. En terug. En mijn laatste stukje is lopen op je plaats. Net zo lang tot we er zijn. Bij de overgang. Nou, dat was het eerste stukje. Oké, dan gaan we verder met het stukje balans. Zoals je weet, als je staat, ik zal het even voordoen. Blijf in de buurt staan van je stoel. Mag ook achter je stoel. Of de stoel staat in de buurt van een tafel. Ja? Nou, gaan we even weer zitten. Als je wil zitten. En je blijft staan als je wil staan. Handen, de voeten zijn wat breder. Ja, ook als je staat. Gaan we weer heel rustig met de kleine heen en weer. We gaan hem zo meteen steeds meer uitbreiden. En we gaan even heel stil zijn. Concentreer je. We gaan het heen en weer in een cirkeltje doen. En je probeert langzaam, een beetje langzaam. Het is vooral langzaam. Cirkeltje rond. Blijf cirkelen. Gewicht is wat daarvoor.
Gewicht is opzij, maar je voeten blijven nog aan de grond. Oké, hetzelfde. Ga je de andere kant op doen. Maar hou twee voeten aan de grond. Hou aan de grond. Hou aan de grond. Oké. Sta weer even rechtop. Als we nu naar de zijkant gaan, als we zitten, doen we zo meteen een bil op. Als we staan, ga je volledig met je voet, met je balans op één voet. Hou wel je teen nog steeds aan de grond. Ja? Dus als we zitten, gaan we met één bil. En als we staan, gaan we naar de tandu. Of naar de punt op de grond. Gaan we. En wiebel naar één kant. En lift. Terug. Je mag je wat ondersteunen. Achter je stoel. En als het heel goed gaat, dan doen we hem zonder te ondersteunen. Ja, dus nogmaals. Je mag hem vastpakken achter je stoel. Je gaat op één been zitten en je lift je andere been. Goed zo, ga door. Andere kant. Rustig vastpakken. Je mag zelfs met twee handen het doen. Lift. Lukt het goed? Laai ze los. Oké, even ontspannen. Oké, ga nog één keer naar die bil. Probeer hem helemaal los te doen. Eén bil is los. En de andere bil. Ja, geen probleem als je hem vastpakt. Zelfs dan heel goed voor je buikspieren. Oké. We krijgen even adem aan. Adem. En open. En omdat het langzaam is, is het ook heel pittig. Oké. We gaan ietsjes breder staan. Ga maar achter je stoel staan. Ik doe het eventjes voor. We staan voorbij je stoel. Buig je. En dan gaan we soort helemaal, of je helemaal daarin en weer terug. Ja, en de andere kant ook. Uit. Helemaal daarin. Voor je. En weer terug. Een soort plantjes water geven. Over je balkon, over je balkon. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Helemaal opzij. Voel je dus best zwaar, hè? En de andere kant. Rustig aan. We hebben alle tijd. Alle tijd. Oké. Als je dat zit, ga maar even zitten op de stoel. Kun je er ook een keer zittend proberen. Rechtop. Gaan we van de ene kant uit. En helemaal plantjes, plantjes, plantjes. En terug. En de andere kant weer. Ver, 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 ver. Oeh. Ging bijna zelf. Het is net of je ze water geeft, juist. Kom maar even weer staan. Wel weer achter je stoel. Je mag uiteraard ook blijven zitten, hè. We gaan met één voet voor staan. Andere voet staat achter. Buig je benen. Nu gaan we hetzelfde doen. Dus we halen het ver. Heel rustig. Juist. En weer heel rustig. Gaan jullie maar door. Ik ga het nog even zittend op de stoel voordoen. Dus je hebt één been voor, één been opzij. En je gaat helemaal naar voren. En helemaal naar voren. Hou die stoel in de buurt. Oké, wissel even je andere been. Doen we hetzelfde, hè? Dus je hebt ook een stevige stoel. En terug. Nog twee keer. En ver naar voren. Maak het lang. En de laatste keer. Hou vol. Voor echt gewicht naar voren. Proberen. Proberen. Oké, we reiken naar de zon.
Kijk naar de zon. En weer terug. Ook als je op twee benen staat, probeer toch met je gewicht naar voren te gaan. Armen hoog, lange vingers lang, 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 lang. En weer terug. Nog een keer. En naar voren. En naar voren. Lange vingers. En... Oké, één been naar voren. En als je zit, ook weer daar, hè. Arm omhoog. Dus of je iets opvangt. Je gaat met je gewicht naar achteren. Je komt tussen naar voren. En je duwt het weg. Je balans is op je voorbeen. Op je achterste been. En dat kan ook zitten. Dus ga door. Ga maar door. Dus als je op de stoel zit, één been is voor. Kan je ook, hè, met je gewicht helemaal naar voren. Je vangt iets op. En je, op je eigen tempo. Dus ga maar door. En duw uit. En op. En vang op. En duw. Andere been. En omdat het langzaam is, kost het ook heel veel kracht. Vang op. Achterste been steunen. En duw voor. En op. En duw. En nog één keertje. Opvangen, helemaal naar achteren met je gewicht. En duw. Oké. Nou, als je wil gaan zitten, is ook prima. Wil je staan? Blijf in de buurt van je stoel. We gaan één been opzij doen. We reiken naar één kant. Dus maak je lang of balance. Van je balans af. Wissel andere kant. Wissel andere kant. Blijf lang. En terug. Nog een keer. En lang. Lang, 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 lang. En terug. Lang, 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 lang. Oké. Als je staat, doe je knie optillen. Opzij en weer terug. En op. En zij en weer terug. Dus ik zal het even voordoen. Dus als je staat, hou die stoel vast. Op, zij en weer terug. En dat kan je ook zitten doen. Dan ga je op één bil zitten. Zijwaarts en weer terug. Dus je krijgt op. En balans. En balans. En nog een keer balans. En staat één been. En blijf vasthouden. En op de andere been. Als je het zittend, ga door. Zittend is het één been. We gaan iets off balans. En andere kant. En andere kant. Oké, één been opzij. En wissel. En wissel. En adem in. En naar beneden. Zo. Nou, is best wel pittig zo, hè? Nou, het laatste stukje. Ja, daar word je wakker van inderdaad, hè? Hoor ik hier al. We gaan naar het laatste stukje. Rekken, strek. Gewoon eventjes losschudden. Als je staat, denk weer aan. Goed staan. Ja. En dan gaan we weer in. En uit. Rijk naar voren. Buig je knieën. En weer terug. Hop. En op. En rijk naar voren. Rijk naar voren. Balans. Balans. Gewicht op de voorvoet. Oké. Even stop. Bovenkant vingers. Even stretchen. En stop. Bovenkant vingers. Even stretchen.
Pak je elleboog vast. En hand aan de andere kant, juist. En even de andere elleboog. Oké, ga even maar allemaal even zitten. Eén arm is omhoog. En nou reik je naar de grond en diagonaal omhoog. En adem. Andere kant. Dus één arm naar de grond en de andere ga je diagonaal omhoog. Nog een keer. En naar de grond. Diagonaal omhoog. Lange vingers. Maak het groot. Lang naar de grond. Oké. Schouders. Rond en terug. Voor en achter. En andersom. Achter en naar voor. Maak het groot, hè. Maar probeer wel ontspannen te doen. Oké. En lekker los. Alle kanten op je armen. Alle kanten op. Een soort storm. Ook je benen. Balans op de stoel, hop. Oké, stap, 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 stap. En we gaan alle kanten op stappen. Hakken, tenen. Hakken, hakken, tenen, tenen. Hakken, hakken, tenen, tenen. Hak, hak. En dit mag natuurlijk ook langzaam, hè. Dus dan krijg je tap, 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 tap. En langzaam trek je knieën. Iets onder je knieën, op en neer. Oké. Maak je weer lang. En rijk naar het plafond. En dan kom je ook licht op de ene bil en de andere bil. Kijk ook maar omhoog. En open als een bloem. Zo. Nou, even losschudden. Dankjewel voor het kijken naar Parkinson TV in beweging. Blijf ook vooral kijken. Er komen heel veel leuke, interessante dingen. En tot de volgende keer. Ik ben Douwe Bakker. Ik ben 69 jaar. En met kerst 2020 kon ik mijn vlees niet meer snijden. In dat jaar ben ik ook meer gaan trillen met mijn been. En dat ontken je in eerste instantie. Maar dat bleek na een jaar de aandringen van de kinderen om naar de huisarts te gaan, toch de diagnose Parkinson. Ik ben voordat ik de diagnose Parkinson kreeg al begonnen met weer te sporten, omdat ik stram was. Ik kon niet fatsoenlijk door mijn knieën, ik kon niet fatsoenlijk bukken. En dat sporten ben ik gaan intensiveren nadat ik de diagnose Parkinson kreeg. Ik fitness nu 3 keer in de week, 1 uur tot 5 kwartier. En dat is een mix van cardio en kracht. En de krachttrainingen zijn voornamelijk oefeningen die ik van mijn Parkinson fysiotherapeut heb gekregen. Die ik wat zwaarder maak door de gewichten te gebruiken. Naast het fitnessen zwem ik 1 keer in de week in principe in een openluchtbad. Dus 's winters zwem ik niet. En ik volg een bokstraining speciaal gericht op Parkinson. Ik heb gekozen voor individueel sporten, zoals fitness en zwemmen. Kan ik de sport uitoefenen op het moment dat ik dat wil en met de intensiteit die ik wil. Je hebt geen verantwoordelijkheid naar anderen, alleen maar naar jezelf. Maar er is 1 hele grote aanjager en dat is Parkinson. Dus ja, als ik het niet doe, dan verval ik in de stramheid die ik voor de diagnose had. En dat is iets wat ik niet wil. Het mes snijdt aan 2 kanten. Het vertraagt Parkinson.
En mijn algehele conditie is, hoe raar het ook klinkt, misschien is beter. Ik kan weer vlees eten en ik kan het zelf snijden. En ik kan het met een gewoon mes. En ik heb eigenlijk weinig last van tremoren, alleen als ik moe ben of als ik me zenuwachtig maak. Als je je prettig voelt in je lichaam, dan voel je je ook in je hoofd beter en ben je ook meer in staat om te relativeren. In ieder geval, dat vind ik. De belangrijkste les die ik heb geleerd is luister naar je lichaam en ontken de verschijnselen niet. En als je Parkinson hebt, ga dan zo snel mogelijk bewegen. En doe dat met een grote intensiteit. Niet een beetje in de marge, maar echt vol voor gaan. Kijk, mijn grote voorbeeld is Michael J. Fox, die op jonge leeftijd Parkinson kreeg. En still is going strong. En dat ben ik ook van plan. Mijn naam is Jorik Nonnekes en ik werk als revalidatiearts in het Radboud UMC. En daarnaast doe ik met mijn onderzoeksgroep veel onderzoek naar loopproblemen. Onder andere bij mensen met Parkinson. Lopen is een belangrijke manier om te bewegen. En mensen met Parkinson kunnen compensatiestrategieën ofwel looptrucs gebruiken om het bewegen te verbeteren. In deze video ziet u een meneer met Parkinson. En deze video laat goed zien dat er bij Parkinson grofweg twee loopproblemen zijn. Er zijn loopproblemen die altijd aanwezig zijn. Dat zijn kleinere pasjes, de pas zijn iets meer schuifelend, een voorovergebogen houding. Als je goed naar de armzwaai kijkt, zie je dat die ook verminderd is. Maar daarnaast zijn er loopproblemen die soms optreden. En dat noem je bevriezen van lopen. En tijdens bevriezen van lopen hebben mensen het gevoel dat hun voeten plotseling vastgeplakt zitten aan de grond. Bevriezen van lopen treedt met name op bij starten, bij stoppen, zoals u hier ziet, maar ook bij draaien. En u begrijpt dat bevriezen van lopen heel hinderlijk is. Gelukkig kunnen mensen met Parkinson compensatiestrategieën toepassen om het bevriezen van lopen te verminderen. In deze video ziet u een voorbeeld van een compensatiestrategie die door deze meneer zelf ontdekt is. U zag hier dat hij last heeft van bevriezen van lopen bij het starten, maar nu laat hij ons een truc zien. Door niet rechtdoor te lopen, maar door een schaarbeweging te maken, treedt er geen bevriezen van lopen op. Dus dit is een truc die door deze meneer zelf ontdekt is. En het bijzondere is dat veel mensen met Parkinson dit doen. En wij hebben met een onderzoeksgroep hebben gekeken welke trucs er zijn. Dus als ik op mijn polykliniek iemand met Parkinson en loopproblemen zag, dan vroeg ik welke compensatiestrategie gebruikt u? En als we die compensatiestrategie nog niet kenden, vroeg ik om daar een video van te maken. Over de jaren heen hebben we 59 unieke strategieën ontdekt. En die strategieën hebben we gebundeld en hebben we samengevat in 7 categorieën. Het lopen verbeterd door een externe cue te hebben, bijvoorbeeld het ritme van een metronoom of strepen op de grond. Door een interne cue te hebben, bijvoorbeeld het tellen in het hoofd en het maken van een pas op iedere tel. Het veranderen van de balansvoorwaarden, dus bijvoorbeeld een ruimere draai te maken in plaats van een hele smalle draai. Het verbeteren van de gemoedstoestand. We zien vaak dat het bevriezen van lopen toeneemt als mensen angstig of gestrest zijn. En bijvoorbeeld relaxerende gedachten of oefeningen kunnen helpen om het lopen te verbeteren. Daarnaast verbetert het lopen door aan het lopen van iemand anders te denken of het lopen van iemand anders te imiteren. Het looppatroon aanpassen, bijvoorbeeld die meneer die net die schaarbeweging maakte met de benen. En tenslotte zijn er alternatieven voor lopen. Nou, u begrijpt, dit is een hoop informatie in één keer. En om mensen met Parkinson het scala aan compensatiestrategieën te laten zien, hebben we een online platform ontwikkeld. En de link daarvoor is radboudumc.nl/lopenmetparkinson. U ziet hier die verschillende categorieën van compensatiestrategieën. En bij iedere categorie zijn er meerdere voorbeelden. Dus u kunt daar naartoe gaan en geïnspireerd raken. Daarnaast staat er ook een handleiding hoe u kunt komen tot de meest passende strategie. Bijvoorbeeld het draaien in de badkamer heeft waarschijnlijk een andere strategie nodig dan
het lopen in de supermarkt. Nou, hoe werkt zo'n compensatiestrategie nu? Dat hebben we onderzocht in ons looplaboratorium. Door tijdens het lopen hersenactiviteiten meten middels EEG, zeg maar door middel van een badmuts op het hoofd. En in deze illustratie ga ik uitleggen wat de bevindingen waren. U ziet hier een hoofd en in het hoofd zitten de hersenen. Als we nu kijken wat er gebeurt bij het lopen, dan moet je het gebied hier aan de bovenkant moet geactiveerd worden. En hier ziet u de activiteit bij mensen zonder Parkinson, bij gezonde mensen. Hoe warmer, hoe roder de kleur, hoe meer activiteit. Dus dit is de activiteit bij gezonde mensen. En dit is wat we zien bij mensen met Parkinson. Dus mensen met Parkinson hebben moeite om dit gebied te activeren. Als je nu vervolgens mensen vraagt om te lopen op het ritme van een metronoom, dan zien we dit. Dus het lukt ineens beter om dit te activeren. Maar als je goed kijkt, zie je ook dat aan de zijkant en achterkant extra activiteit plaatsvindt. Met andere woorden, mensen weten het gebied hier aan de bovenzijde te activeren middels een omweg. Hetzelfde zien we als mensen lopen door tijdens het lopen te tellen en op iedere tel een pas te zetten. Dan zie je dat er nog meer activiteit ontstaat. Dus samenvattend, compensatiestrategieën zijn een nuttige en makkelijke manier om het bewegen te verbeteren. En dit gebeurt door in de hersenen een omweg te kiezen.